Beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn onderweg naar Breda en gaan daar op uitnodiging van het Bliss Hotel filmen. We zien jullie straks en je weet het, hè, na het kijken even liken en abonneren. Tot zo! Het hotel ligt midden in het centrum van Breda. Daar kan je dus ook niet parkeren. Maar je kan wel parkeren in de parkeergarage De Barones. Dat is op 3 minuten lopen afstand van het hotel. En het kost €14 per 24 uur. Hallo, welkom in onze business suite. Nou, zoals je ziet is het een hele gigantisch grote kamer. Ik heb daarom even de draadmicrofoon opgedaan, zodat jullie mij kunnen verstaan. Maar dan weet je even waar dat draadje voor is. We beginnen hier bij de entree, bij de garderobe. Hier is een toilet. Lekker met ritual geurtjes allemaal. Daar houden wij wel van. Hier is een grote eethoek. Waar koffie- en theefaciliteiten. Nespresso met verschillende cupjes. Nou, en hier heb je het uitzicht op de kerk. De zithoek met een grote bank, 2 van thuis, open haard, grote televisie waar ook Netflix op zit. Trouwens, dit is allemaal echt hout, hè? Dat je niet denkt dat het behang is, maar het zijn allemaal boomstammetjes. Wel leuk gedaan. Dan gaan we naar het kantoor. Dat is hier. De kasten. Kluisje. Strijkplank. Slaapkamer. Nou, hier heb je dan dus de andere kant van de open haard. Ook weer een televisie, een hele grote televisie. Ja, en een prachtig bed. 2-persoonsbed. Zonder gleuf. De badkamer, nou die is helemaal spectaculair. Kijk, een bad, groot diep bad. En 2 wastafels. Ook weer met rituals. Een föhn. Ja, en glazen, daar zijn wij ook altijd blij mee. Geen plastic, veel beter. Ja, en deze douche, dat is wel iets bijzonders. Kunnen we met z'n tweeën gebruik van maken tegelijk. En ja, allerlei knoppen en zo, ik weet het niet. We gaan het vanavond uitproberen. Badjassen en slippertjes. Nou, ik denk dat wij ons hier wel gaan vermaken in deze kamer. Dit is wel echt heel fantastisch, hè? Ik weet niet of we ooit zo'n grote, luxe kamer hebben gehad. Nou, we gaan jullie natuurlijk ook nog de rest van het hotel laten zien. En ja, we zitten nog steeds in de coronacrisis, hè? Maar het hotel is wel open. En als je nou zelf ook denkt van, hey, dit is wel fantastisch, hier wil ik wel naartoe. Dan moet je even op de link onder de video klikken. En nou ja, we gaan jullie nog de stad laten zien en de rest van het hotel. En jullie zien ons later. Dit is de barruimte van het hotel. De receptie. Hier is normaal gesproken het ontbijt als er geen coronacrisis is.
Bliss Hotel is geopend in 2004 en behoort tot het SAS. Het was de bedoeling dat in de binnenstad van Breda een luxe winkelgebied en slaapgelegenheid gebouwd zou worden. Het SAS, dat was een voormalige broodfabriek hier. Het hotel heeft 9 suites en alle suites hebben een eigen thema. En we hebben een paar suites opgenomen en als je die nou wilt bekijken, moet je in het eindscherm even klikken. Je moet deze ingedrukt houden, anders blijf je altijd een eeuwig beneden. Inlogcode kan je probleemloos internetten hier. En als je dan toch aan het internetten bent, ga naar onze YouTube kanaal en abonneer jezelf en laat je buurvrouw en je buurman en je achterkleinkind enzovoorts ook zich abonneren. Hè? Dat is heel belangrijk voor ons. Heerlijk gedoucht hoor, het is echt een feestje daar. Maar je moet wel uitzoeken hoe al die knoppen werken, want dat is wel een gedoe. Maar even lekker de föhn gebruiken. De spiegel is een beetje hoog, of ik ben een beetje klein, dat kan ook natuurlijk. Maar gelukkig staat daar zo'n vergroot spiegel en gewone spiegel, dus ik zie toch hoe ik eruit zie. Wegens de coronacrisis kunnen wij niet in de ontbijtzaal eten en wordt het ontbijt bij je kamer gebracht. En het is iets eenvoudiger ook. Dus misschien komen we wel terug na de crisis om te kijken hoe het er dan uitziet. Maar dit ziet er goed uit hoor. Ja, ik wil echt niet meer uit dit bed. Dit is zo heerlijk. Dus ja, we hebben heerlijk geslapen. Echt een geweldig bed. Overigens ook hartstikke donker in de kamer. Ook bij het bed zijn er genoeg stopcontacten. En er zijn ook herriestoppers. Voor als je het geluid van de kerk niet meer wilt horen. Goedemorgen vanuit het Bliss Hotel in Breda. Ja, vanuit de Business Suite waar wij een nachtje hebben mogen doorbrengen. Wat een beleving. Ja, geweldig. Wat een beelden. Heerlijk. Ja, je moet wel een beetje technische inzicht hebben, want er zitten wat van die technische snufjes zoals die open haard. De televisie met Netflix is ons niet helemaal gelukt, of eigenlijk helemaal niet. En de douche met al die knoppen en dingen en zo. Het is best wel eventjes uitzoekerij. Ja, of je moet gewoon de gebruiksaanwijzingen lezen in het boekje. Maar daar hebben we zo'n hekel aan. Maar los daarvan, we hebben zo ontzettend genoten. Ja, ondanks natuurlijk de maatregelen vanwege de coronacrisis. Want dus hopen we ook wel een keertje weer terug te komen na de coronacrisis. Ja, personeel trouwens ook hartstikke aardig. Hè? Ja. Gisteren een heel warm welkom. En als er iets is, dan kon je gewoon bellen en dan komen ze je helpen. Dus prima. Bij deze willen we ook het hotel bedanken voor de uitnodiging die we hebben gekregen om hier te komen filmen. Hartstikke leuk. Ja. Nou, we kunnen eigenlijk kort en krachtig zijn. Dit hotel verdient van ons een uitstekend. Zeker weten. Echt wel. Ga zo door. Doei. Doei.